Bij alle DJI-drones wordt standaard een afstandsbediening meegeleverd. En veelal is dat puur een afstandsbediening met een klem of houder erop waar je je telefoon of tablet in kunt doen. Dat is ook bij de Mavic het geval. Voor de grotere drones hebben we al een tijdje de Crystal Skies, die we onder andere voor de Inspire en de Matrice-series kunnen gebruiken. Maar voor de Mavic blijft dat toch altijd een beetje lastig, omdat die afstandsbediening zo klein is. En daarom heeft DJI de Smart Controller uitgebracht. En de Smart Controller is eigenlijk een combinatie van die twee dingen. Aan de ene kant is het een Mavic Remote en aan de andere kant zit er een ingebouwd 5-inch scherm in, waardoor er dus een ingebouwde Crystal Sky Monitor eigenlijk in zit, zodat je geen gedoe hebt met een los scherm, altijd een dedicated remote hebt, maar toch de voordelen hebt van onder andere dat heldere scherm en lekker alles in één hebt. Nou, we hebben hier een DJI Smart Controller en we gaan even kijken wat er allemaal bij zit en hoe die DJI Smart Controller eruit ziet. De bekende witte doos. Zo. En dan vinden we hier de Smart Controller. Die er even uithalen. Nou, verder vinden we uiteraard ook een paar boekjes van de DJI Smart Controller. En er zit een klein doosje met accessoires in. Laten we daar eerst even naar kijken. In dit doosje zit een USB-lader, omdat de remote met USB-C geladen wordt. En dan zal er aan deze kant waarschijnlijk een USB-C-kabel in zitten. Ja, aan deze kant vinden we de USB-C-kabel. En we vinden nog een extra setje van de joysticks. Of extra setje, de joystick zit hierin. Want die zitten nog niet op de afstandsbediening. En dat lijkt een beetje op wat bij de gewone Mavic Remotes ook zit. Die joystickjes kun je er zo inschroeven. En dan heb je ze erin zitten. Op het moment dat je het koffertje van de Mavic gebruikt, dan hoef je die ook eigenlijk nooit los te halen. Want dan zit er in het schuim een uitsparingje voor in. Maar als je tijdens het reizen of iets dat kleine tasje van de Mavic gebruikt, veel te meer in je rugzak doen, dan kun je die sticks eraf halen, zodat de tas of bescherming niet op die sticks loopt te drukken. Nou ja, de sticks zitten dus bij en de USB-lader om hem op te laden. En dat is ook eigenlijk verder wat erbij zit. Dan halen we de folie er even netjes vanaf. En dan is het eerste wat opvalt dat mooie grote scherm aan de onderkant. Ja, qua layout lijkt het ook eigenlijk heel erg op hoe normaal gesproken een Mavic Remote is. Want dan heb je hier je afstandsbediening en hieronder in de klem je telefoon zitten. Dus qua layout komt dat heel erg overeen. Wat mist ten opzichte van de gewone Mavic Remote is dat extra kleine schermpje hier met wat informatie als je hoogte en je accu. Maar goed, dat heb je natuurlijk niet echt nodig omdat je nu altijd een scherm gelijk tot je beschikking hebt. Daarmee zijn een paar knoppen ook naar het midden verplaatst. Zo zit hier in het midden onder andere de schakelaar om van flight mode te switchen, die standaard bij de remote aan de zijkant zit. En er zijn een paar knopjes bijgekomen om eigenlijk het scherm te kunnen bedienen, omdat er draait een vorm van Android op. Dus je kunt wat meer dingen als door het menu heen en zo middels die knoppen doen, zoals onder andere een terugknop en een aan- en uitknop. Nou, als we dan even naar de achterkant van de remote gaan kijken, dan kunnen we de antennes zo eronder uitklappen. Die kunnen we ook nog recht naar voren zetten, maar die klappen zo netjes naar achteren in. En wat daarnaast opvalt zijn de poorten die we hebben. We hebben een gewone USB-aansluiting hier zitten. Dat is nummertje 1. En daarnaast hebben we ook nog een HDMI-aansluiting zitten. En dat is ook wel heel erg fijn, want daarmee is dit voor de eerste mogelijkheid om met een Mavic 2 een HDMI-uitgang te krijgen. Om het beeld onder andere op een grote monitor te kunnen zetten of bijvoorbeeld voor livestreaming te gebruiken. Dus dat is ook wel een hele mooie toevoeging van deze Smart Controller. Ja, verder zitten er natuurlijk de standaard knoppen op, zoals de aan- en uitknop, de return to home knop, pauzeknop en de 5D knop. En hier onderin natuurlijk dat mooie grote scherm waar je extra helderheid mee hebt. Wat betekent dat je hem ook in zonlicht goed kunt zien. Nou, aan de onderkant vinden we als laatste twee schroefpuntjes waar eventueel in de toekomst iets van een keycord of iets aan vastgeschroefd kan worden. En in het midden de USB-C aansluiting waarmee je de Smart Controller kunt opladen. Ja, wat ook nog wel een mooie functie is van de Smart Controller is dat er een nieuw stukje aircraft management in zit. En daardoor kun je via de remote wisselen tussen verschillende drones. Dus stel je hebt meerdere Mavics of bijvoorbeeld een Mavic 2 en een Mavic Enterprise. Dan kun je die allebei toevoegen en pairen aan deze zender. En kun je via een kopje in het menu van toestel wisselen, start de remote opnieuw op. En dan pairt die automatisch aan de juiste drone met de juiste app, zodat je hem met die drone kunt gebruiken.
Nou, mocht je nou meer over deze smart controller willen weten of er eentje willen bestellen, dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl of in onze winkel.